Beste kijkers, op 9 november een rustdag voor de Bulls. En hoe kom ik tot die wijsheid? Ik zie namelijk een zogenaamde Inside Day op de candlestick chart. Oftewel, het kleine zwarte candletje van vandaag wordt omarmd door de witte candle die daarvoor ligt. En dat noemen we een Inside Day, zoals gezegd. En dat mag worden betiteld als een pauzepatroontje, een rust voor de Bulls om daarna de weg omhoog te vervolgen. De RSI, dat heb ik eerder gemeld, die kan nog wel wat meer roet in het eten gooien, want die ketst nu af tegen de OB-lijn aan. En dus moeten we wel een beetje oppassen voor wat lichte topvorming. Maar vooralsnog krijgen de beren niet echt poot aan de grond. Dat zal wel het geval zijn bij koersvorming onder 6,73 en zeker ook onder 6,70 als ook de oplopende stippellijn eraan gaat. Dus een beetje oppassen, het is geen gelopen race voor de Bulls. Ze moeten echt wel weer aan de bak morgen met een witte candle en dan doorstomen boven de high van gisteren. Met andere woorden, boven ongeveer 6,84, 6,85 en dan hebben ze ruimte tot aan de rode streep op 7,03. Dus geen wijziging eigenlijk in het charttechnische beeld. De Bulls aan zet, positieve ondertoon, positieve bevestiging vanuit de indicatoren. Maar altijd eventjes alert blijven op een zware of lichte tegenaanval vanuit het berenkamp. De DAX, heel klein minnetje vandaag. Daar zien we min of meer hetzelfde beeld, maar nog wel positief, net als bij de AIX. Kleine aarzeling met een doodsje-achtig patroontje, dus niet eens een zwarte candle. Voor de rest alles redelijk in de plus en met deze voortgang, en dat hebben we in onze commentaren ook gemeld, lijkt de weg omhoog vervolgd te kunnen worden. En dan praten we al gauw over krap 14.000, wat dan haalbaar is. En dan wordt het wel tijd voor een correctie, dan zal ongetwijfeld de RSI boven de OB-lijn prikken. Dat is allemaal van latere zorg, voor nu loeren op hogere niveaus, hogere koersen. Let wel, net als bij de AIX, mocht er een zwarte candle verschijnen, dan wel eventjes alert zijn op een kortstondige tegenaanval van de beer. Vandaag best wel veel plusjes op het Damrak, veel fondsen in het groen geëindigd en de grootste stijger was ABN AMRO met ruim 4%. En dat is altijd interessant om even te kijken wat er gaande is op het daily speelveld. Er was al sprake van een positieve swing. Als we rustig de swingtellen nalopen, dan was het op 28 oktober de eerste en vervolgens netjes door naar swing plus 9. Vandaag met een mooie openingsgap. Tussen de bodies dan, zo benoemen we de caps in candlestick charting, ook wel windows genaamd. En nu wordt het oppassen, want bij swing plus 9, dat weet u, groeit de kans op topvorming, mede gevoed door de RSI, die hier ook, net als bij de AIX, boven, in dit geval boven de OB-lijn staat. En dat betekent de stop aantrekken als er korte termijn koopposities uitstaan. Bij een zwarte candle en een OB downcross wel degelijk overwegen om winsten te verzilveren. En anders met een trailing stop of een andere exit strategietje zorgen dat de opgebouwde winst niet wegloopt op dit tijdvenster. Als we wat gaan uitzoomen, dan mag ik benoemen dat de strategie kopen op zwakte buy the dip is wel aantrekkelijk voor ABN AMRO. Maar zoals gezegd, gelet op het totaalplaatje, eerst even afkoelen naar niveaus rond 10,60. Misschien wel 10 rond, om dan betere aankoopkansen aangereikt te krijgen. Ik wens u een plezierige avond.